In het Brabantse plaatje Hoeve zijn er de laatste 8 jaar 61 verschenen. En die zijn bijna allemaal ontdekt door één en dezelfde persoon. Robert van den Broeke. Hij beweert stellig dat hij ze niet zelf maakt. En inmiddels zijn er veel meer mensen van overtuigd. De dingen die hier in ons huis, in onze omgeving, in de directe nabijheid, maar feitelijk ook hier in ons eigen huis plaats hebben gevonden. Ja, die zijn zo extreem. Bizar. Zoals ik het kan bekijken en in kan schatten, is je niet door mensen handen gemaakt, maar echt door de natuur. Ja, iets van bovenaf. Iets bovenaard, zal ik maar zeggen. In het plaatsje Hoeve is een mysterieuze graancirkel verschenen. De cirkel is ontdekt door de 23-jarige Robert van den Broeke. Als je dit ziet, dit is zo mooi, dan zou je echt een kreet willen slaan van halleluja, van het is er weer. Kijk eens hoe mooi het ligt. Robert staat erom bekend dat hij vaker cirkels vindt. Al op jonge leeftijd krijgen vader Peter en moeder Nanny van den Broeke door dat ze een bijzonder kind hebben. Robert deed voor zijn leeftijd wel heel verrassende uitspraken. Uitspraken van dingen die hij niet kon weten. Voorziende, voorvoelende uitspraken. Toen Robert een jaar of 3 was, toen zei hij vaak al dat hij een donkere gedaante bij zijn bed zag. En toen hadden wij altijd zoiets van, ja, dat kan niet. Dus wij probeerden hem altijd gerust te stellen. En dan zei ik van, nou, er was mama die naar jou kwam kijken of dat je lekker lag te slapen. Dus je zult waarschijnlijk wel mijn schaduw tegen de muur gezien hebben of zo. Maar Robert die bleef altijd volhouden dat ik het niet was geweest. Robert ontgroeit zijn visioenen niet. En ook op school kan hij zich totaal niet concentreren. Peter en Nanny maken zich grote zorgen. Ik heb heel vaak sterk het gevoel gehad toen Robert zich zo slecht ontwikkelde, dat hij in de war zou raken. Dat hij inderdaad gek zou worden. Hij had de zaak niet meer onder controle. Wij hadden de zaak niet meer onder controle. We wisten echt niet wat er mis was met hem. In die tussentijd hebben wij dus alle hulpverlening gehad die er maar mogelijk was. Speltherapie, psychologen. Ja, eigenlijk alles wat er maar te bedenken was, daar zijn we naartoe geweest met Robert. Als Robert 12 jaar is, gaat het fout. Zijn angsten en fobieën worden zo groot dat hij moet worden opgenomen. We gingen ervan uit van de psychologen en psychiaters waar hij inmiddels bij terecht was gekomen. Ja, die weten het beter dan wij, dachten we. En die adviezen hebben wij dus allemaal keurig netjes opgevolgd. Ja, als je kind dan gewoon uit nood en uit onmacht schreeuwt en gilt om naar huis te mogen. En je ziet hem wegkwijnen, vermageren van de heimwee. Ja, en je denkt ook dat dat de oplossing is. Dat het beste voor hem is. Terwijl je gevoel daar tegenin druist. Ja, dat heeft ons wel wat ouder gemaakt. Tijdens de opname wijst een van de verpleegsters, Peter en Nanny, op een verrassende mogelijkheid. Zou Robert niet paranormaal begaafd kunnen zijn? Nou, ik heb er nooit aan gedacht. Dus het kwam echt op dat moment eigenlijk uit de lucht vallen. Het was voor ons echt ineens iets heel nieuws. En wij wisten in het begin ook niet wat moeten we daarmee. Want het was voor ons heel onbegrijpelijk. En we hebben ons daar nooit mee bezig gehouden. Zo nuchter waren wij echt. Een jaar later mag Robert naar huis. Zijn ouders en omgeving kijken nu anders tegen hem aan en daardoor gaat alles beter. Veel van zijn vrije tijd brengt Robert door in de velden van Hoeve. En dat heeft een reden. Ik had altijd een gevoel hier van, hier is iets aan de hand. Hier hangt iets. Het is een gevoel van, dat je bekeken wordt door iemand die totaal weet wie jij bent. Op 14-jarige leeftijd krijgt Robert een sterk voorgevoel. En dat trekt hem het veld in. Ik ben de dijk op gefietst en toen ben ik het veld een beetje opgelopen. Ineens vanuit mijn ooghoek zag ik iets, een flits. En ik keek omhoog en pok, ineens hing daar een bol. Nou, ik denk ongeveer de grootte van een voetbal, ietsje groter. En ik keek goed en het was niet de maan, want het stond heel dicht bij me. En hoorde ik zo.
En toen kwam hij een stuk dichterbij en ik bleef gewoon staan. En ik had zoiets gelijk, toen ik het zag, wist ik van... dit is wat mij hier naartoe trok. Dit is dat unieke, dit is dat bijzondere. Ja, 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 blijf maar staan. Om een onverklaarbare reden verliest Robert het bewustzijn. Als hij weer bijkomt, doet hij een bizarre ontdekking. Ik zie eigenlijk tot mijn grote verbazing... dat er dus onder mij alles helemaal symmetrisch plat ligt. En ik kijk dus verder en ik zie dat er een joekel van een cirkel in het veld ligt. Robert is verbaasd en gelukkig tegelijk. De ontdekking van de cirkel is een belangrijke gebeurtenis in zijn leven. Ik heb mijn jeugd als een marteling ervaren. Die cirkel, dat was voor mij baf. Het tastbare bewijs dat ik dus niet gek was. Maar dat de film die altijd voor mijn ogen draaide... nu eens een keer echt hier is iets achterliet. En dat ook anderen dat konden zien. Ik moet zeggen, ik heb wel even tijd nodig gehad... om daar helemaal in mee te kunnen gaan. Zoiets overkomt je, je weet er het bestaan echt niet van. En zo nuchter als wij in het leven staan... ja, wil je toch alles verklaren. En wil je toch weten wat de betekenis ervan is. Het blijft niet bij die ene cirkel. In Hoeve verschijnen in 8 jaar tijd maar liefst 61 cirkels. Bijna alle cirkels worden ontdekt door Robert. Zijn sterke voorgevoelens vertellen hem waar hij moet zoeken. 9 van de 10 keer is het zo. En wat dat dan is, ik weet het niet. Ik kan het niet verklaren. Maar het is wel iets unieks, iets bijzonders. En als je dat plaatst dan naar het verleden... dat Robert heel vaak uitspraken kon doen die hij niet kon weten... en wij op zijn minst toch heel erg merkwaardig vonden. Ja, dat sloot het net eigenlijk een klein beetje. Ja, dat ik na verloop van tijd toch er niet meer omheen kon. De cirkels in Hoeve verschijnen zo vaak dat lang niet iedereen gelooft in de echtheid ervan. Robert beweert stellig dat hij schone handen heeft. Ik maak ze niet zelf, nee. Daar ben ik heel zeker in. En dit is echt waar. Dit is ook echt duidelijk door iets hogers ontstaan. En daar durf ik je recht voor in de ogen te kijken, want ik weet dat ik de waarheid spreek. De boeren in Hoeve hebben het meeste last van de cirkels. Ook zij zijn onzeker over het ontstaan ervan. Nou, ik neem hem dus echt wel serieus. Zonder meer. Absoluut. Maar ja, net ik zei, die meningen zijn verdeeld, hè. Maar ja, dat blijft het toch houden. En vooral in zo'n dorp net als Hoeve. Zo wat ik het kan bekijken en inschatten, is je niet door mensen handen gemaakt. Ik denk gewoon dat het een natuurverschijnsel is. En dat het altijd geweest is, nogmaals. En dat we het nooit in de gaten gehad hebben. Misschien ligt het aan Robert dat we het zijn gaan ontdekken. Zo onzeker als de wereld rondom hem is... zo zeker is Robert zelf over het ontstaan van de cirkels. Ik weet zeker dat ze door bollen gemaakt worden. Wat hier in Hoeve gebeurt, die zijn door lichtbollen gemaakt. En ik ben er ook heilig van overtuigd dat deze bollen bewustzijn hebben. Ja, hele bizarre verhalen zijn het. Maar hij heeft ze echt een aantal malen zien ontstaan. Met leekbollen in combinatie met leekbollen. Ze komen eigenlijk naar beneden. En ze verdwijnen de grond en er ligt een cirkel. Voor mijn gevoel, het is voor mij gewoon een zeker weten. Dat ze dus die cirkels maken, omdat ik het heb gezien. Ook in de achtertuin van de familie van den Broeke zijn cirkels verschenen. We hebben een aantal zeer fraaie cirkels gehad. In het tweede veld hierachter. Zelfs één in de sneeuw. Dat is echt heel bijzonder geweest. Met een kruis er doorheen. Robert staat niet meer alleen in zijn verhaal over de mysterieuze lichtbollen. Ook zijn familie heeft ze inmiddels met eigen ogen aanschouwd. Gewoon thuis. En ze staan op de foto. Het meest bizarre wat ik zelf meegemaakt heb is... in één keer hier pal voor de raam lichtbollen die heel snel op en neer gaan, roteerden... met flitsen erbij van alle kanten, zomaar uit het niets. Toen in de tuin die lichtbollen dus verschenen... heb ik ze eerst in het begin dus samen met mijn broer alleen gezien. En mijn ouders en mijn zus zagen ze toen nog helemaal niet. Dus ja, dat vond ik in het begin heel vervelend... omdat je dan aan jezelf gaat twijfelen van... ja, alleen Robert en ik zien lichtbollen in de tuin. Zijn wij gek of ja, wat is er aan de hand? Toen keek ik een beetje richting de erker. Ja, ontzettend veel licht. Echt alsof heel de erker in brand stond. Ja, daar schrok ik heel erg van. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt. Ja, voor mij was het toch een bevestiging van dat het allemaal klopt wat Robert zegt. En dat hij inderdaad niet gek is. En ja,
Dat we het zelf allemaal mogen meemaken en mogen zien. Ja, er zijn uiteindelijk, als je terugkijkt op al die jaren, zoveel dingen gebeurd. Dat je zoiets hebt, ja, al zou ik het niet willen, ik kan er niet omheen. Ik moet het wel geloven. Inmiddels zijn de bollen al meerdere keren verschenen. En altijd in de buurt van Robert. Zelf denkt hij te weten wat het nu eigenlijk is wat hem achtervolgt. Voor mijn gevoel is zo'n lichtbol een soort energiebol die behoorlijk geladen is met een bepaalde geestelijke energie. Het heeft ook bewustzijn. Een keer beweert Robert de bollen op video te hebben gezet. Vroeg in de ochtend, thuis vanaf zijn balkon. Dus ik pak de camera en ik doe dus zo de lens open. En verdorie, jawel hoor, ik zie daar bij die boom en is pok, pok, twee lichtbollen hangen. Dus ik denk van ja, nou ja, zie ik het goed. Het kan ook nog een lantaarnpaal zijn waar de zon op schijnt. Dus ik kijk nog eens een keer goed. Maar toen zag ik dus heel duidelijk dat er een soort zindering omheen zat. En dat dus de andere zo pok, 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 heel langzaam de andere opzocht. En ja, voor mijn gevoel is het toch echt iets geweest uit een hogere dimensie. Volgens de familie van den Broeke zijn de bollen en Robert onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik ben ervan overtuigd, als wij in het noorden gewoond zouden hebben met Robert, dan zouden ze zich daar voltrokken hebben. Het heeft een relatie met onze zoon, dat is duidelijk. Het is voor mijn gevoel duidelijk iets wat me opzoekt. En wat toch heel duidelijk, zeg maar via mijn zenuwstelsel, via mijn hersenen eigenlijk contact zoekt. En toch heel graag wilt dat ik iets ermee doe. Dat ik het zeg maar verbaal kan maken. Terwijl het eigenlijk de kern ervan in essentie bijna niet over te brengen is.